Oud-voetballer John de Wolfsdagavond even in Os. In het stadion van FC Os gaf hij een voetbalclinic aan de spelers van de 2G-teams van SV Top. Na een warming-up werd er onder leiding van de zesvoudig international gedribbeld en afgewerkt op het doel. De speciale training werd afgesloten met het nemen van penalties. De voormalig Feyenoorder kreeg van sommige fans van andere clubs geen hand. Maar na afloop wilde iedereen met hem op de foto. De kliniek was een cadeau van de hoofdsponsor van de G-teams, die had tijdens een inzamelingsactie voor Syrië het hoogste bot uitgebracht op een voetballes door John de Wolf.